valt jullie op bij de meiden door? En laat het... Krijn, laat even zien wat je opvalt. Ja, Wim, jullie hebben net de bespreking achter de rug in aanloop naar de finale tegen de Belgen. Ja. Hoe voelt het team zich? Ja, het team voelt zich uitgedaagd. En dat is een mooie, want we spelen nu tegen de Belgen natuurlijk. En dat is best wel een verrassing, gezien de ontwikkeling van het korfbal de laatste jaren. Dachten we eigenlijk dat België met het afscheid van prominente spelers, dat ze een stap terug hadden genomen. Maar ik vind juist dat ze in spel heel erg samen zijn gaan spelen en minder leunen op individuele kracht. En daardoor Taiwanese verslagen hebben, terecht ook. Dat is niet eens gestolen, maar echt gewoon gewonnen. En dat is voor de groep juist heel erg prettig, voor onze groep. Want wij voelen gewoon Nederland-België, daar zijn we mee opgegroeid. Dus het echte gevoel van Nederland-België is het allerfijnste voor deze groep. Dus enerzijds verrassing, België won. En dan gelijk daarna van gaaf, dit wordt een finale Nederland-België met alle ingrediënten van dien. Ja, dat is leuk. Ja. Vorig jaar hadden we het ook al over deze kwestie. En toen kopte de lokale krant de derby is niet meer. En toen maakte je daar wel een beetje zorgen over, dat vond je jammer. Door dit gevoel. Hè? En dat is puur ook als ik naar mezelf kijk als speler, hoe ik altijd tegen België gespeeld heb. Waren het hele speciale wedstrijden die je in de toen hoofdklasse, maar nu Korfbal League, kom je gewoon die niet tegen. Dat zitten gewoon hele andere elementen in die bijzonder zijn. Dus toen maar vond ik dat jammer, ja. En dus ook, daarom ben ik ook extra blij dat we nu Nederland-België hebben. Aan de andere kant, als ik de pet mondialisering van het korfbal, als ik die even opzet, dan zou het natuurlijk beter zijn dat Taiwan in de finale zou staan. Maar puur voor mezelf, ik vind het gaaf om tegen België te spelen. Hoe verloopt zo'n bespreking? Ik zag jou weinig aan het woord dit keer. Ja, we hebben eigenlijk al heel lang, eigenlijk al een paar jaartjes, dat wij de spelers eigenlijk zelf de input laten leveren en zelf het gesprek laten voeren over hoe we zo'n wedstrijd spelen. We hebben een stage in China waarbij we dat zelfs als staf ons helemaal buiten houden. Waarbij we de spelers houden wel de controle. Dus het eindverantwoordelijkheid ligt wel bij ons. Maar we laten de spelers daar afzonderlijk van elkaar. Laten we daar speelwijzes bepalen, tactieken, maar ook gewoon aandachtspunten. Nu op dit moment is ook vanuit de groep zijn Laurens en Mick de meeste vooraanstaande leiders. Hebben we zelf zo benoemd. Dus was voor ons ook logisch dat deze twee mannen deze wedstrijd op deze manier zouden doen. We hebben het even voorbesproken en eigenlijk komen we allemaal tot dezelfde punten. Die jongens die hebben natuurlijk ook alles meegemaakt. Die kennen ook de Belgen van haven tot gort. Dus we zien dezelfde dingen en dat is mooi. We hebben alle vertrouwen in dat deze mannen, maar eigenlijk de hele groep, weet waar ze mee te maken gaan krijgen. En dan is het juist heel erg sterk dat je niet als coach weer een monoloog aan het houden bent, maar dat juist vanuit de groep met elkaar gesproken wordt en dat iedereen eigenlijk betrokken wordt bij het eindproduct. En ik denk dat dat gewoon een ontwikkeling is die wij al, waar we al een aantal echt al lange tijd mee bezig zijn. En het niveau is nu zo hoog dat ik niet zoveel input meer hoef te leveren, want het is prima zo. Ja. En wat is dan precies datgene wat jullie tegenkomen? Waar waren jullie het heel snel over eens? Nou, het puur de speelwijze. Hoe zal de Belg tegen ons gaan spelen? Wat zijn onze aandachtspunten als wij hun gaan verdedigen? Je ziet dat eigenlijk een ontwikkeling van de laatste jaren is dat de tegenstanders bij ons de snelheid eruit willen halen. Dus ze zullen gaan vertragen. Ze zullen vervelende fysieke activiteitjes gaan ondernemen. Alles maar om ons ritme te gaan verstoren. En dat is logisch, want op het moment dat onze trein op gang komt, ja, dan is je niet meer te stoppen. Dat zou jij ook doen als je tegen jezelf zou spelen. Tuurlijk, dus ik snap ook heel goed waar het vandaan komt. Het is voor de kijker minder leuk. Het gaat om een WK-finale en daarbij gaat het niet om leuk, het gaat om winnen. En Belg zal zich nooit van tevoren gewonnen geven. Die zal ook al is de kans klein, dat weten ze zelf ook wel. Ook al is de kans klein, zullen ze er alles aan doen om ons uit ons ritme te halen. Zodat die ene kans, als ze die hebben, als het moment daar is, dat ze hem ook grijpen. En ons tempo en ons ritme eruit halen is daar voor hun van groot belang. Ja. Dus daar praat je met elkaar over. Hoe zullen ze dat gaan doen? Wie zal het op welke manier gaan doen? Wat is onze tegenactie? Hoe kunnen we snel richting ons eigen spel komen? Waarbij we niet... Het is een hele tijd gegaan over we willen mooi spelen. Maar
we zijn een beetje uit het oog verloren van wat is nou een goed spel. Want goed en mooi spel kan heel goed samen zijn. En heel simpel spel, super doeltreffend, kan ook prachtig zijn. Dus wij zijn eigenlijk de termen mooi, zijn we een beetje los gaan laten. Maar gewoon heel goed korfballen. Oké, dit is het probleem wat de Belgen tegen ons opstellen. Wat is het beste product wat we daar tegenover kunnen stellen? En ik heb daar heel veel vertrouwen in. Hoe ziet dan het rest van zijn dag eruit? Want jullie waren toch wel vrij snel klaar met die bespreking. En er zijn nog wat uurtjes te gaan richting het moment dat jullie de bus ingaan. Wat doen de spelers ter voorbereiding op zo'n wedstrijd? Chillen, relaxen. Iedereen is aan het kaarten. Zijn spelletjes aan het doen. Zijn aan het gamen, sommige jongens. Sommigen zijn al even een boekje aan het lezen of op een bed aan het liggen. Je bent inderdaad de tijd aan het doorkomen. Een van de grootste dingen die je moet leren op het moment dat je op zo'n toernooi voor het eerst mee bent, is hoe ga je de verveling tegen? Want ja, je bent veel en lange dagen ben je aan het rusten. Nou, rusten zit nog niet heel erg in ons systeem. Zijn we nog niet heel erg gewend. Dus je moet die tijd doorkomen. En je ziet dat de meest ervaren spelers daar makkelijker doorheen komen. En dat de jonkies echt zoiets van, ik moet mijn energie kwijt. Ook voor de staf. Eigenlijk zit ons werk er voor het grootste gedeelte nu op. Tot aan de start van de wedstrijd. En ga je maar een beetje koffie drinken en een beetje uit het raam kijken. En nog eens een keer nadenken over alles wat je besproken hebt. En waar we de laatste maanden mee bezig zijn. Ja, en dan is het zomaar ineens finale. Dus ja, het is doorkomen. Ja, ja, je zegt je bent er alweer maanden mee bezig. Bijna afgelopen. Ja. Hoe voelt het nou om weer aan het einde van zo'n traject te zijn? En hoe is zo'n traject? We zaten net even met de staf bij elkaar. En ik heb ze gevraagd van hoe zou je nu de laatste maanden omschrijven? Welke ontwikkeling hebben we als groep gemaakt? Want dat is eigenlijk aan de ene kant, we willen natuurlijk de beste blijven. En aan de andere kant willen we proberen te innoveren en een voorbeeld te zijn voor de rest van de groep. Echter heb je altijd met mensen te maken. En ook die mensen maken allemaal processen door. Menselijk, maar ook gewoon als speler. Als speelster. En wat wij eigenlijk allemaal heel erg voelden was hoe wij ervaren hoe deze groep eigenlijk volwassen geworden is. Dat de ervaren spelers een soort van boven zichzelf uitgegroeid zijn. En dan worden ze ervaren en dus worden ze, ik geef het even de term volwassen. Dat ze ook niet meer zoveel nodig hebben. Dat ze wel heel goed weten wat goed is en wat fout is. Wat het beste is om tot goed prestatiegedrag te komen. Dus wij hoeven er ook niet meer te sturen op hoe ze zich moeten gedragen of zo. Het is eigenlijk allemaal heel erg volwassen. En een vorm van, nou, als we praten met elkaar over het spel, is het heel volwassen. Als ze buiten het hotel zijn, heel volwassen. En die hele aanloop vanaf april tot aan nu is daardoor gewoon heel erg fijn gegaan. Heel erg relaxed. En dat is andere jaren ook wel eens anders geweest. Dat we als staf heel erg moesten bijsturen omdat er weer dingetjes aan de hand waren of zo. En het is eigenlijk allemaal nu heel erg ontspannen en volwassen gegaan. Onderweg zijn we Jet verloren. Zijn we Alwin verloren. Natuurlijk de keuze gemaakt om ze niet meer mee te nemen. Heel vervelend. Dat heeft in het proces dan heel kort eventjes wat gedaan. Eigenlijk gaandeweg daarna was het allemaal weer prima. En gaan we met deze groep naar een mooi eindproduct. En ik ben daar heel erg tevreden over. Ten slotte dan, wil je een finale zoals in 2015 of een finale zoals dit in 2016? Het belangrijkste voor onze groep is dat we laten zien wat we kunnen. En als je dat laatste EK in Friesland erbij pakt, hebben we allemaal het gevoel gehad, ja, we zitten wel in een Ferrari, maar we zijn nooit uit die eerste of tweede versnelling gekomen. En we willen gewoon laten zien wat we kunnen. En dat we met alle 16 een fantastisch gevoel hebben over hoe we gespeeld hebben. En zonder mits of maren. En dat is heel erg lastig. En natuurlijk zal de buitenwachter wat van vinden. Of als het verschil heel groot is. Maar intern gaat het voor ons maar om één ding. Is gewoon heel goed spelen. En onderling de strijd aangaan van wie staat er in dat veld. Want dat is natuurlijk echt een element binnen onze groep die anders is dan bij anderen. Van, we hebben 16 spelers die allemaal aan de basis kunnen spelen. Wanneer je mensen op straat vraagt van wie zou je in de basis zetten, kunnen ze er allemaal in. En als mensen aan me vragen, ja, maar waarom speelt die niet? Ja, dan ben ik daar niet per se mee oneens, want die kan er ook in. Maar uiteindelijk gaan er 8 mensen starten de wedstrijd. Misschien zullen er gaandeweg de wedstrijd ook wel genoeg mensen inkomen als het eventjes niet goed gaat. Maar we willen gewoon heel erg goed spelen. En dat we uiteindelijk tevreden van het veld afstappen.
ongeacht wat een ander er eigenlijk van vindt. Dat is denk ik het belangrijkste doel. Dat kan een hele spannende wedstrijd zijn. Dat kan een enorm verschil zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat wij gewoon goed spelen. En daar ligt ons aandachtspunt. Ja, mooi afsluiten. Iedereen alvast een reserve shirt halen. Ja, lekker.